Kan je me horen? Wat vreselijk dit! Nou, een hele goede middag of avond of ochtend, ligt aan wanneer je kijkt. Ik ben Mark, dit is Shelly. En daarom ben je geen presentator. Nee, we hebben heel veel zin in. We staan hier eigenlijk om onze liefde te testen en te kijken of we wel zoveel van elkaar weten. Dus ja, Shelly, weet ik wel zoveel van jou? Heb je daar ook zo zin in? Het is niet mijn eigen been naast me, ik sta versteld. Ja. Knap, hè? Oké, dus de eerste vraag is, wat wilde Shelly worden toen ze vroeger jong was? Nou, volgens mij ook omdat haar moeder altijd lerares is geweest, en nog steeds is, wilde ze ook vroeger al een lerares worden. Dus volgens mij klopt dat wel. Wat vindt Shelly irritant aan jou? Nou, sinds opeens sporadisch de laatste 4 weken mijn gesnurk. Ik weet niet, ik snurk nooit, maar nu snurk ik opeens. Dus elke ochtend of in middernacht krijg ik een poor dat ik even moet kappen. Dus ik gok gewoon dat het dat is. De eerste irritatie blijft het meest zitten, denk ik. Dus ik denk, gok dat dat is. Wat is Shelly haar grootste craving op dit moment? Alles wat rood vlees is, ja, als zwanger. Dus alles wat rood vlees is. En ik denk loetje op dit moment. Die stuk van loetje. Wat is Shelly haar grootste blunder op het gebied van liefde? Misschien een keertje verkeerd zoenen of zo. Wasmachine, weet ik het. Zoiets. Ik heb eigenlijk geen idee. Dus ben ik zelf benieuwd naar wat het is. Wie kan het beste met geld omgaan? Nou, ik denk eigenlijk wel Shelly. Shelly is niet onwijs een big spender, dus die spaart altijd wel goed. En ik denk Shelly net iets beter dan ik. En sowieso uit prestige zegt ze sowieso dat ze beter is dan ik en iets. Dus dat zal in dit geval ook zeker zo zijn. Wie versiert en hoe? Nou, ik heb zeker Shelly versierd en ik heb enorm mijn best gedaan met mijn tijd. Facebook, toen nog Facebook Messenger berichten, tientallen met reageer nou een keertje en uiteindelijk reageerde ze. Dus ik was hier degene die Shelly versierd heeft. Wie is het meest geduldig? Ik denk wel dat Shelly het meest geduldig is. Ik krijg wat iets sneller onrust dan Shelly en Shelly is altijd wel, ik denk dat het altijd wel goed komt. Dus ik denk dat zij het meest geduldig is en ik het minst geduldig. Wat zou je meer mogen doen in jullie relatie volgens Shelly? Wat niet? Nee. Alles, ik denk wel, zoals in elke relatie misschien wel, wat soms wat meer romantische dingetjes, kaarsje aansteken, allemaal dat soort kleine dingen die wel het verschil maken, maar toch schiet ze een beetje weer in. Dus ik gok ook dat ze daarvoor gaat. Waar hebben jullie het meeste ruzie over? Nou, dat is echt over, als je het me nu zo vraagt, het gaat vaak nergens over, de kleinste dingetjes. De meeste ruzie is over opruimen. Ik denk dat ik het altijd alleen maar ben en zij denkt dat zij het alleen maar is. Dus daar gaat het vaak over. Wie is de grootste flirt? Ik denk dat Shell dan zeker zou zeggen dat ik het ben. Want Shell heeft altijd van haar idee, vanuit haar het idee dat ze nooit een flirt is. Maar Shell is altijd, die ziet iedere jongen als een hele aardige jongen en een vriend. Ook al zegt die gast, ga je met mij eten? Dat zegt ze, toch aardig bedoeld. Dus ik denk dat ze zichzelf nooit als een flirt zou zien. En mij misschien iets meer. Waar wordt Shelly echt zagrijnig van? Nou, het is toch altijd wel als Shelly net even op het moment dat je eigenlijk honger hebt en niks kan vinden om te eten. En echt een craving krijgt om echt te eten, dan wordt Shelly echt zagrijnig. En dan moet je even met rust laten tot er weer wat lekkers in zit. Vaak een ijsje. En dan zijn we weer helemaal op het goede pad. Wat is Shelly haar leukste eigenschap? En dan voornamelijk wat ze van zichzelf vindt, denk ik. Het leukste eigenschap. Ik denk dat ze het moeilijk vindt om te antwoorden. Maar ik denk de leukste eigenschap die ze van zichzelf vindt, dat ze wel spontaan is en vrolijk en enthousiast in het leven staat. Dus volgens mij hebben ze allemaal gehad. Top! Oké, daar gaan we. Wat wilde je vroeger worden toen je jong was? Je. Hey, dat is één. Dat is eentje. Ja, die was nog gek. Goed, waar word je nou echt chagrijnig van? Oh, wat zou jij hierop gezegd hebben? Ik word echt heel chagrijnig van honger. Ja! Ding. Oké. Okay. Heel goed. Wie kan er het best met geld omgaan? Ik sowieso. Ik zei al, ik denk alle twee even goed, maar jij gaat sowieso zeggen dat jij de beste bent. In elk, alles wat een spelletje is, dan. Maar je hebt gewonnen bij deze, en ik ook. Lekker. Waar hebben jullie het meest ruzie over? Over troep en de vaatwasser. Ja. Wie versiert en hoe? Ja, dat was jij. Ja, dat is niet moeilijk. Hè? Nee. En hoe? Hè? En hoe? We waren op een strandfeestje. Ik was filmer, jij was aan het optreden. En toen dacht je, weet je wat, ik gooi mijn hengeltje uit. Nou, dit is de mooie versie. Ik heb net verteld dat ik 20.000 Facebook Messenger heb gestuurd. Toen ik wilde niet zeggen, ik ben vet lullig. Nee, mag wel. Ik heb het zelf gedaan. Maar weer een puntje.
Hey, lekker man. Wat is je grootste craving op dit moment? Ik hoop dat jij dit goed hebt. Lavashkiri? Nee, ik niet. Fuck, wat heb je nog? Lavashkiri is ook zo lekker, alsof dat puntje van mijn tong ligt elke dag. Ja, ik dus nu wel. Vlees. Dacht, nu kan je niet eten, daar heb je echt craving niet. Nee, dat kan ik helemaal niet eten. Nee, daarom, maar daarom, daar heb je zin in. Nee, dat is niet waar. Nou, Lavashkiri. Wie is het meest geduldig? Dat ligt een beetje aan. Ik denk dat je hier jezelf hebt gezegd. Nee. Nee? Heb je een appel geschreven? Waarvoor? Nee, ik denk dat jij bent altijd wel geduldig en je denkt het komt allemaal goed. Ik ben soms een beetje onrustig dan als ik over dingen nadenk. Ah. Dus, helaas. Dank je. Maar wel gefeliciteerd. Dank. Wat is je grootste blunder op het gebied van liefde? Ik heb niet echt heel veel liefdesverhalen. Ik ben echt vet saai. Eigenlijk. Even niet een keertje dat die gast zegt, wat ben je nou aan het doen met zoenen of zo, of andere gekke dingen. Nee, dan ga ik ook niet zeggen waar jij naast zit. Dat toch, ik ben wel benieuwd. Ja, maar dit is wel de bedoeling dat je het grootste blunder. Nee, ik heb één keer een date gehad met iemand en die zat heel erg te trillen. Dat was echt een beetje gekkig. Die was zo, die zat letterlijk zo dat ik echt dacht... Verkeerde moment dat hij altijd trillen. Het eten is niet zo handig met zijn spaakhoopje. Maar het was wel aardig. Chic. Het was wel aardig, jongen. Heel aardig. Chic, we gaan door. Wat zou Mark meer mogen doen in jullie relatie? Maar dit is niet op de vorige vraag. Ik hoop dat je dit een beetje op de lijn ziet. Masseuren. Ah, nee. Een beetje er tegenaan. Ik zei soms iets meer romantischere dingen. Doe een kaarsje aan. Masseren wil niet zozeer zeggen, want dan... Maar je mag ook meer koken. Er waren heel veel antwoorden goed geweest. Bijna alles. Lekker dit. Wie is de grootste flirt? Ja, dat ben jij. Zie, dat zei ik ook. Hartstikke idee. En waarom jij dan niet? Omdat ik niet flirt. Ja, dat zei ik ook al, ja. Nee. Jij denkt ook niet dat anderen flirten, toch? Met jou. Nee. Daarom kun je ook niet flirten. Nee, daarom. Dat is voordeel. Nee, daarom. Daar ben jou voor. Precies. Precies goed de antwoord. Wat vind je irritant aan Mark? Ja, dit is ook echt een multiple choice. Ja, dat is dit. Je moet echt een antwoord vinden. Je moet echt een top van 3 lijstje. Ik weet het wel meteen. Snurken, sinds 3 weken snurkt hij. Ja, fucking dacht vervelend. Dat zijn. Ja. Maar eigenlijk wilde ik zeggen dat als jij je baard scheert, dat dan die haartjes in de badkamer zitten. Ja. Dat vind ik echt heel irritant. Nou, dan vind je niemand anders die dat. Dat doen allemaal. Nee, dat doen niet allemaal. Maar reageer even hieronder als man als je het niet doet. Wat vindt Mark jouw leukste eigenschap? Dat ik mezelf ben thuis. Dat we een beetje gek zijn samen. Ja, dat vind ik ook een hele leuke eigenschap. Ik had gezegd, lekker gek. Gewoon lekker op de bank. Nee, een leuke eigenschap wat ik zeg dat je heel lief bent. Dat buitenom wat ik allemaal dat je geweldig vind en ik vind jou knap, maar ik vind je vooral heel lief. En dat is gewoon fijn, toch? Ja, dit is ook lief. Jij scoort punten. Ja. Wat wilde je vroeger? Hey, we zijn alweer bij het begin. Ja. Wow. Nou, ik ben de score een beetje kwijt, maar volgens mij minimaal 10-0. Dat denk ik ook. Okay. Hey. Hartstikke idee. Ja. Dit was hem weer. Lovers of losers. The loser. The lover. Subscribe. Like. Doe je ding. Ach, maar dit heb ik altijd ook willen doen. Dus like even hieronder. En swipe even up. Maar dan kan hij niet. Maar als je op Instagram even de kleine video's kijkt, kan je even upswipen. En wat moeten we nog meer allemaal doen? Altijd blijven. Jezus. Wat is er Kom op, snel. Hey. Oh. Wat vreselijk dit. Toch. Jij gaat in de hoek thuis. Ja, ja, we gaan. We gaan er even door. Hoi. Doe even. Blijf je man? Nee, doe even zo zwaaien. Ah, sorry. Hoi.